Nou, best aardige cijfers vandaag bij Ahold Delhaize en ABN AMRO. Laten we beginnen bij Ahold. Dat viel eigenlijk reuze mee. Vorig jaar, tweede kwartaal, was het kwartaal van het hamsteren. En dat levert natuurlijk enorm veel geld op voor Albert Heijn en voor de winkels in Amerika. Dus de vergelijkingsbasis was lastig. Maar het viel eigenlijk reuze mee. De analisten verwachten een omzet van 17,8 miljard. Het was 18,6. Winstmarges hoger dan verwacht. En ook voor de rest van het jaar verwacht Ahold een goede winst te behalen. Ze hebben dus de outlook ook verhoogd naar winstmarge van 4,3%. Dat lag op minimaal 4. Nou ja, goed, dat is dus wel een verbetering. En ze verwachten ook dat de winst per aandeel dit jaar dan zal uitkomen op zo'n 2 euro per aandeel. Net even eronder, denk ik. Maar goed, er is altijd nog wel wat ruimte voor verbetering. Dus het zal rond de 2 euro uitkomen. Nou, er komt een interim dividendje wat lager is dan vorig jaar. Heeft natuurlijk te maken met die lagere winst dan jaar geleden. Maar goed, nog steeds een hoop geld. 43 cent. En dat betekent dat Ahold recent wat opgelopen richting 27 euro. Dat niet meer dan terecht is. We hebben al eerder gezegd, Ahold was ondergewaardeerd. Bleef heel lang hangen rond die 23 euro. En nu staat er 27 euro en dat is eigenlijk min of meer, vind ik, een normale koers. Mag nog wel wat hoger zelfs. Ze kopen forse eigen aandelen in. En met het dividendrendement van procent of 4 is het helemaal geen raar aandeel om te bezitten. Dan ABN AMRO, wel iets ander verhaal. Als je hier kijkt naar de onderliggende winst, of eigenlijk het eigen businessmodel van ABN, hè, dus geld uitlenen en inlenen, dan zie je dat die rentespread opnieuw verder is afgekomen. Dat is geen goed nieuws. Het staat nu op 1,28. En dat is eigenlijk voor de langere termijn, is dat niet zo gunstig. Aan de andere kant is ABN, en dat zie je bij alle banken, hebben ze afgelopen jaar heel veel geld opzij gezet voor eventuele risico's vanuit de corona. Het zogenaamde stroppenpot, daar is gewoon te veel geld in gestopt. Dat zie je bij alle banken eigenlijk. En ABN haalt nu opnieuw wat geld uit die stroppenpot. Normaal gesproken, in een normaal kwartaal stoppen ze tussen de 85 en 100 miljoen in die pot. En dit is al het tweede kwartaal op rij dat ze er weer geld uithalen. Het eerste kwartaal was dat 77 miljoen en nu 79 miljoen. Een dikke 150 miljoen is er alweer uitgehaald. En dat gaat meteen bij de winst op en af. Dus betekent dat die winst, uiteindelijk netto winst, hoger is dan men had ingeschat. Behoorlijk hoger zelfs. Komt bij op 393 miljoen. Dat is zo'n 38 cent per aandeel. En dan gaan we ook even kijken naar het dividend natuurlijk. ABN wil 50% van de netto winst uitkeren aan dividend. Nou, dat is tot nog toe niet zoveel, omdat in het eerste kwartaal dit jaar werd die settlement genomen. Dat was die 480 miljoen die ze moesten betalen voor het witwassen. Maar er komt ook nog dividend aan vanuit 2019, wat in verband met het verbod van de ECB opzij is gezet. Dus dat wordt 1 oktober uitgekeerd. Dus 68 cent, best wel op geld natuurlijk op 11 euro, zeg maar 6%. En dan komt er later dit jaar waarschijnlijk wel een interim dividendje los, maar dat zal niet heel veel zijn. Ik denk 17, 18 cent misschien, maar daar zeggen ze nog niet zoveel over. ABN is natuurlijk zwaar ondergewaardeerd, omdat als je kijkt waar ze voor de crisis stonden en nu, dan zie je bijvoorbeeld ING alweer op niveau staan, zelfs iets hoger, maar ABN stond toen rond 16, 17 en nu nog op 11. Dus er is al een klein inhaalslagje te maken. En met de ondersteuning van deze cijfers en van het dividend wat eraan komt, denk ik dat er toch wel wat meer mensen weer gaan kijken naar dit soort aandelen.